Waarom is Kennisnet 3 jaar geleden begonnen met het project verbonden met ICT? Het komt eigenlijk omdat onderwijs gewoon eigenlijk niet meer zonder ICT kan. Wij zeggen zelfs op dit moment natuurlijk met ICT. En dat betekent natuurlijk omdat het eigenlijk vanzelfsprekend met ICT moet. En natuurlijk omdat het ook wel natuurlijk in het onderwijsproces moet passen. Maar als je kijkt waar het onderwijs op dit moment voor staat, meer onderwijs op maat, meer richten op individuele student, meer flexibel, zodat een student ook meer aangesproken wordt op zijn eigen belevingswereld. Ja, dan zeggen wij dat moet met ICT. Dus daarom zijn we een paar jaar geleden ook begonnen met een groot programma dat het eigenlijk onderwijs altijd verbonden moet zijn met ICT. Waarom in Madurodam? Nou, waarom zijn we hier in Madurodam? Omdat je eigenlijk wat je doet met zo'n programma, probeer je, en zo middag als vanmiddag, probeer je in te zoomen op de verschillende niveaus van zo'n programma. Je probeert het bestuurlijk te bekijken vanuit een macroniveau, maar je probeert ook te kijken wat het heeft nu eigenlijk betekent voor de scholen en kunnen we daar een soort innovatiestrategie uit afleiden. Maar vanmiddag is ook bijvoorbeeld de praktijk heel langdurig aan het woord geweest, dus dat is het microniveau. Nou, kijk eens hier naar Madurodam, daar zie je alle niveaus terug, de grote macro buitenwereld. Maar je hebt een goed zicht op elk niveau hier en daarom is het in Madurodam opgenomen. Waarom is ICT volgens u zo belangrijk in het onderwijs? Nou, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je onderwijs op een nieuwe manier, op een andere manier probeert ook vorm te geven. ICT is natuurlijk absoluut iets van deze tijd, van deze maatschappij, de informatiemaatschappij, daar kan je niet omheen. Plus dat ICT toch heel veel mogelijkheden biedt om in het onderwijs eigenlijk de flexibiliteit, de aantrekkelijkheid van het onderwijs, je organisatie dusdanig vorm te geven dat je eigenlijk daarmee aan de eisen van de tijd ook veel beter kan voldoen. ICT is een hulpmiddel. Je moet het niet als een doel inzetten. Je moet het zien als iets wat je kan helpen om je lessen aantrekkelijker te maken. Maar de huidige leerling vraagt er ook meer om. Dat is de indruk. ICT is heel belangrijk voor hen omdat ze veel meer bezig zijn met beelden, snelheid, prikkelend onderwijs is denk ik voor hun funest omdat ze gewoon heel erg snel afgeleid zijn, is mijn indruk. Dus met andere middelen die er zijn op ICT-vlak, denken wij ze veel meer bij de les te kunnen krijgen. Welke verbindingen heeft u de laatste tijd zien ontstaan in het onderwijs? Ja, dat iedereen daar steeds meer gebruik van gaat maken. Dus als we het over digitale video hebben, zie ik heel veel docenten bij ons op school dat ook oppakken en daarmee bezig gaan en filmpjes van YouTube benutten. Dus die verbinding die wordt heel sterk gemaakt. Men gaat inderdaad bronnen van buitenaf pakken en daar een onderwijs op inrichten. Dus dat is, ja, daar ben ik gewoon heel blij mee en ik denk dat dat ons vak ook interessant houdt. Dat je nu in contact bent gekomen met mensen die met hetzelfde bezig zijn en dat helpt heel erg om met je eigen project ook weer verder te komen. Het platform geworden voor het onderwijs, dus de elektronische leeromgeving is in feite gemigreerd naar de portalomgeving en daar gebruiken we SharePoint voor. En de fase waarin we nu in zitten, dat we die omgeving gaan ontsluiten voor de buitenwereld waar we relaties mee hebben. Wat we vooral zien is dat nu de overstap gemaakt wordt van wat wij noemen de early adapters. Echt de kleine groep mensen die er, de echte innovators, de echte mensen die met nieuwigheden aan de slag gaan, die je overal hebt. Naar de grotere groep docenten die dat niet van huis uit allemaal doen en die zich eerst de vraag stellen, ja, wat heb ik er aan? En wat moet ik ermee? Kan ik daar iets zinvols mee doen? Nou, die beweging zien we nu heel duidelijk dat het in de brede zin, in de brede gang van het onderwijs nu een plek begint te vinden. Wat moeten we volgens u doen om de komende jaren nog meer ICT-aspecten in het onderwijs te verwerken? Van mijn eigen leerlingen, van meneer, hebt u dat wel eens geprobeerd? Of van vrienden die veel meer in de ICT-wereld zitten. Dus ik denk dat we gewoon open moeten staan voor alle invloeden die er zijn en die proberen een plaats te geven in ons onderwijs. De grote groep docenten zover krijgen dat ze de meerwaarde gaan inzien van ICT. Dat ze het gevoel hebben dat ze er makkelijk iets mee kunnen. Op dit moment gebeurt het helaas nog te vaak dat dingen niet helemaal werken zoals ze moeten werken. Of dat er in een lokaal bijvoorbeeld geen internettoegang is. En ja, pas als je dat allemaal goed geregeld hebt, dan zul je ook een grote groep docenten zul je verder krijgen daarmee. En zul ze het gevoel hebben dat ze ook daar gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Ontwikkelaars die gaan van nature mee. Dan hebben we een groep, die noem ik maar de gebruikers.
En daar moeten we alles pasklaar voor maken, zodanig dat zij er gemak van hebben als ze het kunnen inzetten in hun onderwijsprocessen. Want ik denk dat we een slag moeten maken dat we het de docenten makkelijk maken om de technologie toe te passen in hun onderwijsprocessen.